vraag tegen jullie. Dames en heren, turnvereniging Bato en de Haarlemse pot kunnen echt niet meer zonder deze man. De vrijwilliger van het jaar 2018 is natuurlijk niemand minder dan Freek Guit. Hij is vele jaren trainer van de jonge selectiegroep geweest en de laatste 15 jaar is hij voorzitter. Samen met de hoofdtrainer heeft deze vrijwilliger van het jaar ervoor gezorgd dat de vereniging een talent- en opleidingscentrum is geworden. De bloemen, help daar ook voor jou, blijf er even bij. Freek, ik zie je daar opstaan en ik zie nu wat ik in je ogen zie. Ja, verbazing. Ik hou niet zo van om op de voorgrond te treden. Ik blijf liever een beetje op de achtergrond en probeer dingen te regelen. Dus dit is voor mij niet... Ik vind het heel eer, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Ik vind het wel genoeg. Ik weet het. We kennen je al wat langer dan vandaag. Maar Freek, ik ga het ook hier echt bij laten. Maar ik ga het toch nog één keer vragen aan ze. Dames en heren, geef een daad aan.